Jij exposeert hier in het rondje, in Huis van Cartoon en Nu. Kunt u een beetje vertellen over uw verzameling? Ja, ik ben begonnen in 1995, denk ik. Toen ik zo'n drukpopje ergens zag. Dat vond ik heel erg leuk. Heb ik meegenomen. Ja, en van de ene komt de ander. Dan koop je nog een, dan zie je nog een. Dan krijg je nog een. Maar ik heb dus, ben er helemaal uitgegaan van alleen maar hout. Geen plastic, helemaal niks. Dus ja, zo ben ik tot een kleine verzameling gekomen. Vroeger heb ik gewoond aan een violierstraat. En daar hakte ongeveer 260, 280. Nou, ik ben verhuisd en er was geen ruimte meer voor. Dus deze heb ik nou overgehouden en ja, die staan hier nu. En waarom specifiek hout? Want je ziet ook heel veel drukpoppetjes in kunststof. En die zijn ook in grote getalen uitgebracht. Plastic zijn ze veel en veel meer. Maar ik wil geen plastic, ik wil alleen maar hout. Einde verhaal was dat. Als mensen poppetjes meenamen van vakantie, oh Gerrit, alsjeblieft. Ik zei, ja, heel leuk, maar ik wil ze alleen maar voor hout. Dus daar heb ik me heel strak aan gehouden. En als mensen hier komen kijken naar de drukpoppetjes, zijn er ook nog specifieke exemplaren waarvan u zegt van, nou, dat is wel interessant om te bekijken? Ja, daar staan er drie. Die hebben een hoedje op. Of een balletje. Een hoedje en een balletje. En die, als je ze goed beweegt, dan kunnen ze met het hoofd het hoedje weer terugpakken. En dan blijft het hoedje op het hoofdje staan. Die zijn heel erg mooi. Oké, dus die hebben echt specifieke bewegingen. Ja. En neemt u ze, zoekt u er echt naar? Gaat u echt de markt af? Nee. Ik moet er tegenaan lopen. Ook iets wat leuk zie. Ik ben er nou in principe mee gestopt, omdat ik niet meer kan hebben thuis. Ik ben verhuisd naar een appartement en dat wordt iets te klein. Maar ik ben niet echt op zoek. Dus, maar u verzamelt nog steeds wel door? Ik verzamel heel, heel rustig door. Als ik echt een hele mooie zie, dan ja. We waren laatst in Berlijn en dan zag er een van de fans in toen. Nou ja, die kunnen dan niet laten staan natuurlijk. Dus, nee. Mag ik u bedanken voor dit interview? Graag gedaan.